kan er nog een keer naar gekeken worden. Want het is zo onrechtvaardig. Nou, dat dus. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mulder. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ariep. Die spreekt namens de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn een paar vragen gesteld van collega's waar ik mij van harte bij aansluit. Die ga ik niet herhalen. Maar ik wil toch twee algemene opmerkingen maken. De eerste opmerking gaat over de versnippering van dit dossier. Want er gaan drie bewindspersonen gaan over deze problematiek. Of een onderdeel daarvan valt daaronder. De staatssecretaris Financiën, mevrouw De Vries, staatssecretaris Van Rij en Weerwind van minister van Voorrechtsbescherming. Alleen deze week al is dit het derde debat dat wij voeren voor een belangrijke deel zelf de ouders. En ik merk dat je als Kamerlid om al die informatie en dat je dat ook integraal bekijkt. En dan wil ik niet klagen, want dat is ons vak en daar moeten we het mee doen. Maar ik denk, het gaat wel, die ouders moeten het ook allemaal kunnen behappen. En ik vind het bijna onoverzichtelijk. Dus ik verwacht niet dat er nu ineens een minister wordt aangewezen om dit op te pakken. Maar misschien valt er iets coördinerends in te regelen. Dat wilde ik even kwijt. En dan gaat het ook niet alleen om de verschillende bewindspersonen. Want die ouders hebben ook, dat hebben collega's. En dat is natuurlijk collega's die ook heel lang met dit dossier bezig zijn. Gemeentes, jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming. Zoveel instanties dat ik denk, ja, je zou maar als ouder daartussen zitten. Het is bijna niet te doen. Dus dat wil ik even meegeven. Een tweede opmerking gaat over dat ik merk dat er... Dat het, ja, die machteloosheid die mijn buurman, die Edgar Mulder, verwoordt, voel ik ook bij dit dossier. Elke keer ga je het gesprek met ouders aan. Zij zitten denk ik altijd te kijken naar debatten die wij voeren met bepaalde verwachtingen. Met hoop natuurlijk. En dan gaan wij naar huis, dan zien we onze kinderen enzovoort. Maar zij hebben nog steeds die problemen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me bezwaard voel soms om die debatten te voeren. Omdat ik denk, wat betekenen wij nu voor deze ouders? En ik weet dat het ingewikkeld is. En ik zie het nu ook. En ik denk ook van, het voelt bij mij alsof er is een brand. En dan moet je gewoon blussen. Dan wordt er niet geblust, maar dan wordt er eerst overleg gevoerd. Voordat er geblust wordt. En hier voel ik dat ook. En denk ik, er is een groep waar, wat ook collega's hebben verwoord, al heel lang onrecht, enquête, het kabinet is afgetreden. En nog steeds zijn er problemen met betalingen, met de huurschuld, met uithuisplaatsingen. En denk ik, zijn we niet in staat om daar iets op te vinden? Hoe kunnen we als Kamer, maar ook misschien een commissie, ik weet het niet, die zich daarover gaat buigen. En ik begrijp ook natuurlijk dat wij volgende week, en daar rond ik ook af, voorzitter, dat er dat wet hersteloperatie toeslagen aan de orde komt. Dat is inderdaad om de praktijk, het laten dat gelijk lopen met de wet, de codificatie. Maar de groep die er nu is, kunnen we daar... Kan daar niet iets op korte termijn, zodat we ook niet elke keer met zo'n machteloos gevoel naar huis gaan? Tot zover, voorzitter.